luchtig gekleed voor een standbeeld. Blote benen, bloot bovenlijf, de stof van zijn lendendoek is dun. Hier dezelfde scène van de andere kant. Hij is geen generaal, geen koning, geen heilige, hij is smid. Kawa heet hij. In zijn smederij was het zo heet, vertelt het beeld ons, dat zoveel mogelijk uit moest. Een doorsnee smid draagt een leren voorschoot. Zo beschermt hij zich tegen rondspattende vonken. Een voorschoot heeft Kawari nodig, de held van de Koerdische Newroz-legende. In zijn blote bast smeedde hij de honderden zwaarden waarmee de vredese Assyrische despoot Dehak van zijn troon werd gestoten. Bij Kawa's standbeeld wapperden vlaggen van de IPG, de Koerdische militie die in 2015 met Amerikaanse steun de Islamitische staat uit Afrin wist te verdrijven. De vlaggen zijn kapotgescheurd, de geelgroene lappen aan de voet van het standbeeld zijn er de getuigen van. Eén vlag is over het hoofd gezien. Kawa's gezicht is bewerkt, met verf lijkt wel. Nee, er is niets opgesmeerd, er is op geschoten. Het witte gips onder de bruine toplaag is bloot komen te liggen. Het zou niet lang duren voor Kawa zijn beroemde voorhamer werd afgepakt. Zouden de Turkse strijders de hamer hebben meegenomen bij wijze van oorlogsbuit? Op de tank is nergens een staaf van gips te ontdekken. Hij ligt aan de voet van het monument onder de linker elleboog van de man die we op de rug zien. De Turken doen alsof de verovering van Afrin een vredelievend offensief is. Operatie Olijftak noemen ze het. Ze zeggen de Koerdische stad te bevrijden van de terroristen van de IPG. Dat in weerwil van de geruststellende naam van de operatie allesbehalve met olijftakjes is gezwaaid, kun je zien achter de shovel. Drie verdiepingen zijn bovenop elkaar gestort. Het is precies één dag voor Newroz, het Koerdische nieuwjaar waarin de lente wordt gevierd en de opstand waarvan Kawa de bezieler was. Niet slim het standbeeld van een mythische figuur te vernietigen die op handen wordt gedragen door de bevolking die je zegt te bevrijden. Of die bevrijding moet een voorwendsel zijn voor iets waarin olijftakken geen enkele rol spelen.